Meneer Van Geneugde, ik neem aan dat dit een deugdend punt moet zijn. Ja, als je op Lokeren komt voetballen en je kan achteraf zeggen van je hebt een punt meegenomen naar huis, dan is dat natuurlijk heel interessant. Als ik de wedstrijd mag analyseren, dan denk ik dat we de eerste helft toch wel bij momenten aardig konden voetballen. Een paar keer goed de bal kunnen laten circuleren. Ook een paar goede kansen gecreëerd, het zij met Shuka op de paal. Het zij met een afstandsschot van Gunter wat net overgaat. Dus wat dat betreft denk ik de eerste helft het vrij goed stond. Maar de tweede helft was Lokeren zeker de betere ploeg. Hadden we geen antwoorden op om balvast te zijn op de helft van de tegenstrever. Lokeren die ontelbare voorzetten heeft kunnen geven. Waar we toch wel eigenlijk weinig gevaar hebben kunnen laten creëren door hun. Maar daar scoren ze dan toch jammer genoeg twee maal uit. Eén een pas van 50 meter denk ik, of 40 meter verticale as. En de tweede die goed valt, dat weet je als je daarvoor kiest. Anderzijds hebben we op uitzondering van een schot van Ovi Karuru voor weinig gevaar kunnen zorgen. Hebben we dan toch denk ik maximaal rendement gehaald uit de kansen die we de tweede helft hebben gecreëerd of gekregen hebben. En dan mag je dus zeker wetende dat je 2-1 achter komt op een zeer ladende wedstrijd, dat je dan het geluk een beetje aan je zijde moet hebben. Dat die bal dan nog net goed valt en dan viel die ook nog goed voor ons en dan is het inderdaad 2-2. Ik denk op basis van de hele wedstrijd, denk ik dat het toch wel een uitslag is voor ons dat we toch naar huis gaan met een puntje waarvan we zeggen misschien niet 100% verdiend, maar oké, dat is nu eenmaal voetbal. Op basis van de eerste helft denk ik wel. De tweede helft was Lokeren zeker de betere ploeg. Maar dat is voetbal. Woensdag is het bekervoetbal. Ik neem aan dat jullie het willen rechtzetten na vorig jaar. Ja, het klopt dus dat OHL een traditie heeft dat zij in principe altijd de eerste ronde uit de beker liggen. Of dat nu tegen een eerste, tweede of derde klasser is. Maar het is nu toch wel het moment om die traditie toch te breken. Het is een moeilijke verplaatsing naar Oostende. Maar we gaan alleszins proberen om de traditie die er toch wel opgebouwd is, de negatieve traditie, om die te breken aanstaande woensdag.